Wat je duurste aankoop, man? Ik heb veel dure aankopen, maar ik denk toch mijn... Rolex. Yo, beste kijkers. Welkom bij mijn gloednieuwe video. Mijn naam is Tempest en ik sta hier vandaag naast... Adam. Ja, toch. En ik ga vandaag aan de mensen vragen... Wat is jouw duurste aankoop? Ja, wat is jouw duurste aankoop, man? Ik weet niet, man. Ga het checken, man. Let's go. Ik sta hier naast... Priscilla. En ik sta hier naast... Madelief. Wat is jullie duurste aankoop? Ik denk een sieraad of zo, denk een horloge. En ja, wat voor horloge? Ik heb geen idee meer. Is het een Rolex ofzo? Nee. Ik ben veel te scared daarvoor. Oké. Maar heb je nog meerdere dure aankopen? Ja, mijn schoenen denk ik. En hoeveel waren die? €300. En wat voor schoenen waren dat? Gewoon van de Bijenkorf, weet ik veel. De Bijenkorf? Oké. Okay. En wat jouw duurste aankoop? Ik denk een truitje. Wat voor truitje? Het was van, van Mosh. Moschka. En hoeveel was die? Iets van €365. €365, oké. En vind je het belangrijk om dure spullen te hebben? Nee, niet per se. En Ja, ik vind het wel mooi. Oké, is goed. Ja, niet per se hoor. Je geeft veel geld uit aan dure spullen? Nee. En jij? Nee. Oké, is goed. Ja, dat was het. Dankjewel. Ik ben hier met? Sky. Sky? Ja. En wat is jouw duurste aankoop? Mijn duurste aankoop is een Gucci fanny pack. Ja, en hoe duur was die? Die was €850. En vind je het belangrijk om dure dingen te kopen? Nee, kijk, ik vind het niet belangrijk of zo, maar als ik iets mooi vind of zo, weet je, dan... Ik weet niet, het blijft gewoon in je hoofd hangen, ook als het echt duur of zo, maar dan denk je van oké, ik koop het wel gewoon eens in de zoveel tijd gewoon voor een hoog bedrag of zo. En heb je zelf veel dure spullen of... Echt een paar. Kan ik op één hand tellen. Oh, nice. Oké. Ik sta hiernaast. Tanisha. En ik sta hiernaast. Vanessa. Mijn vraag is wat jullie duurste aankoop? Duurste aankoop? Ja. Van wat? Kleding? Gewoon alles mag het zijn. Mijn huur, man. Je huur? Ja. Hoeveel is je huur dan? €500. €500? En de jouwe? Een schoen van €500. Een schoen van €500? Welke schoen? Valentino's. Valentino's, oké. Vinden jullie het belangrijk om dure dingen te hebben? Niet per se, maar het gaat echt om kwaliteit eigenlijk hoor. Meestal dragen mensen gewoon merk omdat het merk is, maar mij gaat het meer om kwaliteit. Ja, en vind je het belangrijk om dure dingen te hebben? Als het er goed uitziet wel, waarom niet? Oké, is goed. En geven jullie gewoon echt heel veel geld uit aan dure dingen? Zij wel, ik niet. Oké. Valt wel mee. Oké, is goed. Ja, dat was het eigenlijk. Dankjewel. Okay. Ja toch, ik sta hiernaast. Terrence. Ja toch, en mijn vraag is wat je duurste aankoop, man? Ik heb veel dure aankopen, maar ik denk toch mijn... Rolex. Nee, man. Rolex? Nee, maar hij ligt. Ik weet niet, man. Ik denk gewoon op mijn AP. Je AP? Ja. En wat is dat? Een horloge, man. Je horloge. En wat voor horloge is dat? Het is een dure horloge. Een hele dure horloge. Hoeveel kost die? Boven de 40. 30.000 zo. 30.000? Ja, ben je gewoon serieus? Ja, man. Serieus. Geen grap. Maar wat voor merk is het dan precies? AP, ik houd op AP, ik wil niet veel praten voor de camera, snap je? Dat is wel een Rolex, toch? Nee, maar AP, ken je die merk niet? Nee, man. Moet je opzoeken, AP. 30k, oké. En wat is daarnaast je dure aankoop? Alleen maar goud hier, toch? Ik weet niet, man. Ik heb echt veel dure aankoop, ik weet het niet, man. Ja, man. Rolex ring. 18 karat. Stel die mannen. We gaan echt dik, ja. Bij mij valt nog mee. Valt nog mee, echt, man. Cool, man. Vind je het belangrijk om veel dure uitgaven te geven? Nee, ik vind het niet echt belangrijk. Ik vind het gewoon belangrijk om er goed uit te zien. Oké, man. Sterk, man. En wil je nog een SO doen naar jezelf of zo? Nee, maar SO naar al die boys die hard werken. Weet toch, blijf hard werken. En dan komt geld vanzelf. Sterk, man. Dankjewel. Boys, dankjewel, hè. Ik sta hiernaast. Mohammed. Wat is jouw duurste aankoop, man? Aankoop? Even denken, man. Ik had 100 listcoins gekocht, man. Cryptocurrency. 100 listcoins. Oké. En besteed je veel geld daaraan? Soms. Oké. En heb je nog andere dure aankopen? Ik heb een MacBook gehad. Voor hoeveel? En zo. €2000 of zo. €2000, oké. Lekker, man. Mensen, man. Dit was het alweer. Bedankt voor het kijken. Abonneer mijn kanaal hier beneden. Ja. Als je het nog niet gedaan hebt. En man. Wat moeten de mensen thuis doen? Blauw duimpje omhoog en abonneren. Sowieso, man. En volg hem ook op Instagram. Maar wat is je Instagram, man? Adam Babi. Sowieso. Volg hem op Instagram. Volg ook de cameraman op Instagram. Link staat in de beschrijving. En zoals ik het zeg... Later.